zijn vandaag bij Voetbalmemories, Heracles Voetbalmemories. Nou, het woord zegt eigenlijk al, we halen voetbalherinneringen op met de oudere doelgroep onder ons. We willen bij Heracles vaak zoveel mogelijk doelgroepen proberen te bereiken, hè, want we zijn voor iedereen. Dat zegt Heracles ook, we zijn een familieclub, dus we zijn er ook voor iedereen. Dus ook de ouderen. En we hebben een project zijn we bij aangehaakt, Voetbalmemories. Die aan de hand van beelden, foto's, kleurboeken, stickers, noem het. Zo gek mogelijk kan je niet bedenken. Ook dingen die je vast kan pakken, dus ballen, sjaals, shirts. Gaan ze met elkaar het gesprek aan en halen ze herinneringen op. En het heeft wel een klein klinkslagje naar mensen met dementie. Omdat je dan toch vaak ziet dat ze dan opeens herinneringen kunnen ophalen. Ja, dat is wel onwijs waardevol als dat lukt. Dus daar zijn we vandaag mee bezig. En ik heb gehoord dat er vandaag ook nog een speciale gast komt, een speciale spreker. Ja, Arend Steunenberg. Ja, Arend Steunenberg, die is er altijd. En dat, zo heb ik hem ook leren kennen 3 jaar geleden. Hij is een fantastische man. Hij hangt hier beneden in het museum ook aan de iconenwand. Want het is ook gewoon letterlijk een icoon. Heel betrokken bij het project voor Walking Voetbal die we doen, is hij ook nog steeds trainen. Leiden, trainen, eigenlijk alles. En hij komt vanmiddag even een uurtje vertellen over het verleden van de club. Ja. Okay. Top. Goed? Katholiek, zeg maar. Ja. En dan was er maar een enkele vereniging hier in Almelo. Dat was dan PH, Prins Hendrik. En daarbij moest je dan je melden als je voetballer wou. Ja. Ik was met acht jaar was ik lid. Ja. Met 8 jaar. En Frans Dekker was toen, die ging selecteren. En toen zei mijn vader, hier, laat die kleine jongen weer meedoen. En ik ben er nooit buiten gegaan. En hij had die veter op de kop kreeg. Dat deed donder zeer. En weet je wat voor voetbalschoen nou aan? Met spijkers erin. En moest je af en toe moest je die spijkers wegslaan. Van die eters voetbalschoen. Ja. Ik ben Lineke Bolhuis, bestuurder van Stichting Informele Zorg Twente. De Stichting Informele Zorg is de organisatie die mantelzorgers ondersteunt. Waarom Voetbalmemories, waarom dit project? Wij vonden samen, CIS en Heracles samen, vonden wij van joh, hoe mooi is het om iets voor de ouderen te doen die anders gewoon maar thuis zitten. Wellicht ook in eenzaamheid of in een verzorgingshuis. Ze hebben allemaal een mantelzorger. Waarom nou niet een keer een relaxte, leuke middag in het stadion, in Hart voor Heracles en daar gewoon herinneringen ophalen? Dus voor de ouderen enerzijds het ophalen van herinneringen, een manier ook weer iets om met elkaar over in gesprek te gaan. En wij merken ook dat de mantelzorgers elkaar onderling vinden om ook gewoon ervaringen en dingen met elkaar te delen. Dus hoe mooi, 1+1 is 2. En Heracles gaat promoveren dit jaar? Ja, natuurlijk. Ik roep tegen iedereen, we zijn nu eerst gedegradeerd, maar we waren gewoon enorm toe aan een kampioensfeestje. Dus eind van het seizoen hebben we gewoon weer een kampioensfeestje en zijn we weer gepromoveerd.